Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Digital Brains, waarin we je iedere maand bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van digital marketing en tech. En naast mij de vaste co-host van deze podcast en net terug van wintersport, Daan, stratege bij Advice. Hey Daan. Hey Jeroen. Goede wintersport gehad? Zeker. Een zonnetje scheen volop, dus... Goeie sneeuw? Ja. Je bent snowboarder toch ook? Ja. Lekker. Dus ik heb een leuke week gehad. Lekker. Fijn. Nou, goed dat je weer terug bent. En heel ook vooral. En aan de andere kant van mij, Steven Bodden, digital consultant bij Advice. En vooral gericht op e-commerce vraagstukken. Hey Steven. Hey Jeroen. Ook een wintersportfan? Iets meer zon inderdaad. Okay. Ja, bij voorkeur. Hey, leuk dat je aansluit. We gaan het in deze aflevering ook veel hebben over e-commerce, omnichannel, vraagstukken, uitdagingen. Ook vooruitlopend op de webwinkel vakdagen, ja. Die 29 en 30 januari plaatsvinden, waar we ook aanwezig zijn natuurlijk. Maar ook veel thema's die heel actueel zijn nu. Ja. Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben met elkaar. Maar eerst even een rondje wat ons opviel afgelopen maand. Daan, mag ik bij jou beginnen? Ik had een beetje uit de context van marketing misschien getrokken, maar privacy niet minder belangrijk. Het viel me wel op in een podcast over digital marketing en tech. Dus, Hij is door de redactie gekomen. Europa dubt over een tijdelijk verbod van gezichtsherkenning. En dat was een bericht wat ook op NOS stond. Maar ik vond het van marketing ook wel relevant, want ik las ook al over de VS. Dat was toevallig gisteren of zo ook in het nieuws, dat daar ook crimineel onderzoek werd gedaan met gezichtsherkenning. Dat er een software beschikbaar was en de Amerikaanse, de verschillende politiediensten zeg maar, maakten daar individueel van gebruik. Dus niet door de staat aanbevolen, maar gewoon een softwareleverancier die naar de politie is gestapt van we hebben gezichtsherkenningssoftware. En die plukt gewoon die scraped, wat eigenlijk niet mag, van Facebook en Instagram, allemaal afbeeldingen. En dan kun je gewoon een foto van iemand van als er was een schietincident geweest. En er zijn dan opnames van gemaakt op WhatsApp filmpjes bijvoorbeeld. En dan zeggen ze gewoon dat in, die paar pixeltjes gooi hem er doorheen. En dan komt iemand al snel met een soort van leefadres, woonplaats op basis van je sociaal media profiel eruit. Van de dingen die je achter hebt, je sporen die je achtergelaten hebt online. En dan zie je toch wel dat daar best wel wat dingen in kunnen gebeuren. Want het klinkt natuurlijk heel goed en positief dat wat opgelost. Maar er worden ook al vragen gesteld van maar wat als ik nou, als er een misidentificatie plaatsvindt, een vals positief. Ja, hoe ga je daarmee om? Ja, word ik straks opgepakt in één keer omdat een van de algoritme van een commercieel bedrijf mij, en op zich is het dan positief dat Europa zegt van in de openbare ruimte mag het even niet. Die hele discussie is ook al gebeurd met Amazon en Google deurbellen, die standaard gezichtsherkenning toepassen op iedere... als jij bij een vriend van je een paar keer op bezoek bent geweest, dan wordt dat automatisch naar Google gestuurd, zonder dat jij daar toestemming voor geeft. Dus dan zeggen we, leggen we wat aan banden. Want je ziet ook al op marketingvlakken zijn natuurlijk heel veel toepassingen met gezichtsherkenning in winkels. En zoals Amazon dat in Go Stores doet. En de vraag is ook, begrijpen marketeers de software die ze inzetten wel, als je dat doet? Ja, en wat ik wel interessant vind is, van denken we voldoende vooruit? Want stem was vooral voice handig om. Ja. Maar nu blijkt dat er steeds meer persoonlijke kenmerken uit stem te halen zijn. Je emotie, je gevoel, je mood. En dat geldt voor face natuurlijk ook. Nu denken we al handig, de uniek ID, zeg maar. Maar er is dus allerlei algoritmes zijn er weer op te optimaliseren, op te sturen, wat jouw sfeer en stemming op dat moment is. Ja, wat steeds meer data en insights geven. Ja, dus het is veel gevaarlijker, omdat het ook veel meer wat over jou zegt. Het is niet alleen een functioneel iets, maar het zegt wat over jou op dat moment. Het wordt echt een persoonskenmerk met gedrag erbij. En zo'n ring is natuurlijk heel, zo'n doorbel is natuurlijk hartstikke handig om die data te verzamelen. En het is vooral een beetje wat gebeurt er dan in de back-end ermee. Ja. Want dit is dus, de politiediensten zelf weten ook niet echt hoe het werkt. En dat is met zo'n ringdeurbel ook niet. Die schaf je niet aan met het idee van, ga ik even van mijn buurman foto's uploaden naar Google. Het gebeurt allemaal op de achtergrond. Ja. En dat is een beetje een trend die je ziet, wat jij aangeeft met voice, maar dus ook nu met gezichtsherkenning, dat daar ook de regelgeving dat iets scherper over wordt nagedacht, nu dat ook werkelijk in de praktijk gaat komen. En je ziet die toepassing. Dus de onvolwassenheid van het stukje techniek, wat het met zich meebrengt. Maar Europa vindt wel, het is een dusdanig risico, dus we willen 3 tot 5 jaar geloof ik, misschien even on hold zetten om daar goede wet en regelgeving. Mag gewoon even niet. En eerst even kijken van wat gebeurt er ook allemaal. Ja. Dus, en dat is ook gewoon handig om te weten ook, mocht je zelf met dat soort tools gaan werken, van daar wat wel... Er zitten ook haken en ogen aan, naast al het moois wat het verder biedt. Ja, vind ik zelfs al met je face, je iPhone ontgrendelen. Dus ook wordt ontzettend veel beelden van je gezicht eigenlijk gemaakt. Wat gebeurt dat, daarmee? Dat gebeurt dan allemaal op de dat Apple ook heel... Op de iPhone, op dat op de device iPhone zelf. Okay. En, maar goed, al die cloud-technologie van Google met die ringdeurbel, dat gebeurt niet op de deurbel zelf. Dat gaat allemaal naar de datacenters van Google. Ja, dus, interessant. Ik heb ook een stukje wat over privacy gaat, min of meer. Aanleiding was een artikel wat ik tegenkwam over de Ster. Natuurlijk kennen we die allemaal van onze traditionele tv-reclames. Ja. Maar die gaat volledig op internet over op cookie-loos
adverteren. Er is natuurlijk heel veel discussie sowieso over adverteren op de NPO. En bij de Ster kun je dus, daar kon je altijd inkopen op cookie profielen. Maar dat gaat nu veranderen. Ze gaan met een soort andere technologie werken, waarbij ze veel meer op andere soort profielen kunnen gaan targeten. En kwam ik ook nog een artikel tegen in lijn daarmee, was van het NRC. Over de advertentiemarkt blijft de regels voor cookies een stap voor. Je ziet wel dat de toezichthouders steeds meer restricties aan de cookies stellen. En vooral aan het handelen in al die cookies. Maar toch zie je ook alweer dat advertentiemarkt steeds weer stappen in die richting zet om dat toch te blijven doen. Er zijn wat browsers die het natuurlijk nu de cookies compleet achterwege laten. En het voelt een beetje wel als het einde van het cookie-tijdperk. Er zijn steeds meer signalen dat er overgestapt worden naar andere profielen. Wat denk je zelf dan als adverteren zijn? Kijk jij er zelf tegenaan? Nou, cookie is natuurlijk echt wel die broodkruimel die je achterlaat ergens. En ik denk dat ik denk dat we wat meer naar de traditionele marketing gaan, waarmee we wat breder doelgroepen gaan bereiken dan specifiek op pixels of cookies gericht. Meer op context. Toch wat meer de demografische gegevens. Die kunnen wel met alle data, kan die verfijnd worden, maar het niet per se jouw gedrag, heel erg aan je gedrag gekoppeld. Dus ik denk dat we wel met AI hele goede profielen kunnen bouwen van mensen, beter dan vroeger. Maar ik denk dat het minder aan je eigen sporen, tenminste direct aan sporen gebonden is, maar meer een profiel dat ze gewoon hebben van gebruikers. Ja, wat gaan wij daarvan merken als gebruiker? Wat gaat de gebruiker daarvan? Nou, risico is natuurlijk wel misschien toch minder relevante content. In ieder geval de eerste tijd. Hè. Hoe lang, het ligt wel aan hoe goed en hoe zelflerend die systemen zijn. Dus ik denk dat zal in de eerste fase wel een risico zijn. Hoewel die techniek natuurlijk wel heel snel gaat. Dus ik verwacht dat wel beter gaat. En een andere ontwikkeling is natuurlijk ook dat je steeds meer toegaat naar een ingelogd profiel. Ja. Je ziet bijvoorbeeld bij Google, je Facebook profielen. Ja. Dus ik denk op social media is het compleet ander verhaal. Ja, daar heb je echt bij ingelogd. Ja. Ja, we hadden twee, want eigenlijk is het hele cookie verhaal is allemaal om uitgelogde gebruikers of mensen die, en ik denk dat de Ster, die hebben daar ook gigantisch. Je hebt de NPO-app. Ja, de NPO-app. Ben je ingelogd, zie je wat je een doet. Profiel en dan zet je een soort van muur ervoor. Ja. Van ja, als je wil je voorkeuren opslaan, op een gegeven moment heb je een kijkersprofiel en dat heeft niks meer met een cookie te maken. Nee. Met een login. Ja, je login wordt ook op een cookie gezet, maar nou, Netflix heb je ook gewoon een kijkersprofiel, terwijl je niet eens op internet zit bij wijze van spreken. Dat doe je gewoon met je televisie en heb je toch een profiel van jou als kijker. Dus het is minder direct al je online gedrag, maar meer je gedrag binnen een bepaalde omgeving, afbakening. Maar je kunt wel zeggen, mensen die Boer zoekt vrouw hebben gekeken afgelopen 2 weken, in combinatie met dat en dat programma, die zijn meer gericht of vatbaarder voor dat. En ik denk dat je daardoor als gebruiker ook meer regie krijgt over je eigen data. Dus dat het wordt wat inzichtelijker wat ze van je weten. Ik denk dat het naartoe gaat, maar het cookie-tijdperk lijkt wel ten einde. Ja, dat kreeg je zo met het hele ITP-verhaal al van Safari. Ja. En zoals Chrome, die zegt we gaan die tracken. Alles een beetje dat shady en achterkant. Goed, van Chrome bijvoorbeeld, dat je inlogt met je account binnen de Chrome-browser. Ja, daar staat natuurlijk heel veel op. Maar heb je weer die logins. Ja, maar ik vind het ook weer superhandig. Ja. Ja, je switchen van je account, het is ook alweer gemak. Functioneel. Ja, het is heel functioneel, maar het is minder. Het voelt minder. Ja, het is met de voorkant. En er kan denk ik minder in gehandeld worden. Maar dan ben ik benieuwd naar hoe dat gaat. Maar we gaan uiteraard de artikelen delen in de show notes. Maar Steven, jou was ook iets opgevallen. Ja, ik kwam op Twitter een interview tegen met Mark Rutte, onze minister-president. Die werd geïnterviewd door Nieuwsuur. En er werd een vraag gesteld wat de houdbaarheid was van persconferenties. Op de traditionele manier zoals ze dat op dit moment doen. En of dat niet werd achterhaald door social media. Omdat heel veel collega's van hem ook echt dat als spreekbuis gebruiken en hun stem en mening geven via social media kanalen. En daar deed onze minister-president best wel een opmerkelijke uitspraak. Hij gaf eigenlijk aan dat hij niet heel erg geloofde in sociale media. Hij had zelfs al de indruk dat het een dalende lijn was ingezet. En vond het ook niet meer nodig om daar nu nog op in te spelen. Hij zegt, ik geloof niet in dat sociale media het gaan redden. Ik geloof heel erg in zenders als NOS, zeg maar. Kanalen, talkshows die 's avonds worden gegeven. Dat is vooral het podium waar wij als politica onze stem kunnen laten horen. En sociale media is daar niet het geschikte kanaal voor. En ja, op zich vind ik dat wel opvallend dat ons minister-president dat
Dat zegt, want uiteindelijk is hij wel degene die daar... Die het land bestuurt. Een visionair man is het ook, hè? Die het land bestuurt. En als je dan kijkt naar de cijfers, dan zie je dat de groei in sociale media op alle vlakken nog stijgt en toeneemt. En dat ook voor politici social media niet meer weg te denken is. Het gebruik van Twitter, het gebruik van Instagram. Maar ook de sociale kracht van een platform als NOS. Ja. Dus dat vond ik wel een opvallende uitspraak die hij daar deed. Toch denk ik wel. Ik denk dat niet dat de hype voorbij is. Maar ik denk wel dat Rutte ergens op zich goed aanvoelt dat als je niet in het NOS-journaal zit op tv, dat de impact van wat je dan wil verzenden, zeg maar, als wat je dan wil vertellen, minder groot is nog op social. Het is natuurlijk wel heel erg versnipperd, snackable. Het is heel erg versnipperd. Ja. Het en de impact als je aan een talkshow tafel zit, is over het algemeen, waarschijnlijk voor het publiek dat zij willen bereiken, voor jongeren even waarschijnlijk niet, maar voor het publiek dat zij willen bereiken, wel nog steeds groot. Net als interviews in de krant. Ik denk dat die politici dat best wel... Dat op social. Ja. Want als er iets zinnigs wordt gezegd, dan gaat iets in een talkshow, wat vervolgens het bereik keer 8. Ja, de relevantie is natuurlijk voor een talkshow, dat gaat een uur, een anderhalf uur lang. En wat is de relevantie? Op social media haal ik eigenlijk via Twitter de belangrijkste highlights eruit. Ja. Dat zijn vaak shots van 2-3 minuten die voor mij dan relevant zijn. En dat lees ik of dat bekijk ik. En daarmee is het een sterke aanvulling. Ik ben het met je eens dat het versnipperd is. Maar het is ook wel voor een hele specifieke doelgroep. En ik denk juist de doelgroep die interessant is voor de politiek en vice versa, die zit toch echt nog wel op sociale media. De toekomst met name. Ja. Ik denk de huidige doelgroep voor politiek is heel erg traditioneel, maar ze zouden moeten verbreden. En Rutte is daar in ieder geval niet van overtuigd. Maar denk je, is het een incidenteel, een soort versprekingje dat hij zei, zo bedoelde ik het niet? Nee, hij was daar stellig in. Nee, hij was daar echt stellig in. Ja, de social media was VVD best wel ver is op social. En hij zelf ook. VVD heeft een TikTok-account. Ja, ja. Die maar hij doet ook heel veel die Q&A's met Facebook vanuit een kroeg en zo. Dus als VVD vind ik dat ze... Misschien zag hij Klaas Dijkhoff wel zo'n TikTok-filmpje opnemen. Dat hij dacht, dit kan... Dit moet niet willen. Dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Ik zeg dat het op zijn retour social is dan... Ik zorg zelf dat social media zo voorbij is. Ja, dan neemt het wel af. Ja. 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 Dat vond ik wel een spannende uitspraak in Nieuwsuur. Dat ik dacht, dat is niet helemaal dat het gevoel wat ik erbij heb. Maar, en het bereikte jou, dat bericht, via social? Ja, ik kwam het via Twitter tegen. Ja, grappig. Ja, dus zo zie je maar weer beïnvloeding via de social media. Ja. Nou, mooi. Ben je benieuwd naar het fragment? Ook dat gaan we in de show notes vermelden. Dus dan kun je het fragment waarin Mark Rutte zijn visie geeft op social media nog een keer terugkijken. Hey, we moeten naar e-commerce. Er gebeurt veel. Hè? Wat langere en op korte termijn, maar ook al wat langer, wat trends. Om heel even naar de korte termijn te kijken. Een aantal updates die goed zijn om hier ook even te delen. Die dat vak, of eigenlijk ons vak, het vak van ons allemaal best wel kunnen gaan veranderen. Daan, jij weet het al van een aantal podcast afleveringen. Met pijn in mijn hart staat hij wel iedere keer op het lijstje. We kunnen niet omheen, maar Amazon. Ik heb natuurlijk gezegd, Amazon komt niet naar Nederland. Maar Amazon.nl is nu officieel aangekondigd. Ze zijn nog steeds niet, jongens. Dus, Langzaam komt hij in de acceptatiefase, geloof ik. Ja, maar de discussie gaan we niet opnieuw voeren. Wouter maar ligt hier lachend al om de tafel. Ik kom er nog een keer op terug. Wie het laatst lacht, lacht het langst. Of zo, wat is het dan? Maar goed, ze komen eraan, officieel aangekondigd. Partners kunnen zich inmiddels gaan registreren via services.amazon.nl. De datum voor de lancering is nog niet bekend, maar er wordt gezegd eind februari. Ja, de marketplace is geopend en ik zag hier intern ook al de rates voor fulfillment bij Amazon. Die tarieven worden gedeeld, waren scherp. Zijn al bekend. Zijn een stuk lager dan die van bol.com. Dus dat wordt een uitdaging voor andere marketplaces, voor andere platformen. Okay. We hebben ook... ook al best wel wat aanvragen gekregen van mensen die hier nu op in willen haken, zeg maar. Je merkt ook wel dat het nu echt begint te leven. Waar jij de tendens had van het duurt nog een tijdje voordat ze komen, zeg maar. Merk je met deze persbericht ook wel dat mensen ook echt wel zeggen van nu moeten we ook aanhaken. Want, ik geloof wel dat je als bedrijf moet je natuurlijk aanhaken op zijn ontwikkeling. Maar ik vraag me nog steeds af wat de toegevoegde waarde is voor de consument. Nou, dat zou tarieven kunnen zijn, dat zou een abonnementsmodel kunnen zijn om marktaandeel te krijgen. Maar goed, dat is een discussie die we vaker gevoerd hebben. Daarvoor moet je oude afleveringen terugluisteren. Maar dit is wel concreet. Ze gaan komen. Steven, jij observeert die markt natuurlijk ook vanuit jouw rol en het vak. Zie je paniek? Of
Nou, ik zie nog niet een directe paniek. Wat je vooral ziet is dat mensen afgaan op de persberichten die verschijnen. Dus dat mensen zeggen, wij willen hier graag onderdeel van zijn. Maar de impact daarvan, die is vrijwel nog onbekend. Hè? Wat gaat het doen? Het is nog niet voldoende concreet. Ze hebben nu wel categorieën genoemd, maar zeg niet wanneer precies. Ja, ze hebben 22 productcategorieën benoemd. Daar kun je nu ook op aanmelden. Dus mensen halen daar ook wel wat informatie uit. Van de andere kant moet je niet vergeten dat ze nu al enkele honderden miljoenen aan omzet genereren. Twinkle top 10 al op nummer... Ja, staan op 6 of 7 geloof ik. En zonder mijn enige inspanning. Met alleen maar boekjes vanuit .nl. Ja, en dat is zonder daar heel veel rugbaarheid aan te geven. Is dat natuurlijk wel een signaal waar we met z'n allen wel denk ik op vandaag moeten zijn. Want de slagkracht van Amazon, vooral in de schaal waar zij werken, is gigantisch. Maar zit dat in dezelfde collectie als bol.com? Of zit dat in een aanvullende collectie die bol.com niet heeft? Want dan hebben ze ook een... Misschien een minder grote markt, maar wel een toegevoegde waarde. Ik denk dat een toegevoegde waarde vooral zit in een stukje aanbod. Want als je kijkt naar de prijs, zijn zij op heel veel producten niet zo heel veel goedkoper dan bol.com. Mm-hmm. Ook vooral bij elektronica, et cetera, is bol.com nog echt wel goedkoper. Dus zit vooral in een stukje aanbod en een stukje gemak wat het met zich meebrengt. Ja. Dus ik denk dan wel dat er zowel voor bol.com, maar ook voor Coolblue wel ruimte voldoende is om... Ik kan bijvoorbeeld dat Engelstalige boeken, dat het assortiment bij Amazon groter is dan bij bol.com of managementboek. Dan zijn ze natuurlijk van toegevoegde waarde. Ja, en Amazon heeft natuurlijk ook heel veel eigen labels, heel veel eigen merken. Ja. Dat denk ik ook. En dat is iets wat bol.com natuurlijk niet heeft. Nee. De bol.com onderscheidt zich niet met hun eigen product. En dat is echt een marktplaats. Iets wat Amazon natuurlijk wel ontzettend goed heeft gedaan. Ze hebben voor iedere categorie hebben ze bijna wel een eigen label. En dat is wel iets, denk ik, waar zij zich op onderscheiden. Ik denk ook de grote aanmerken wereldwijd, die hebben natuurlijk allemaal connecties. Daar heeft Amazon dan niet de Nike die we de vorige hebben gebruikt. Die zegt van, we gaan niet via Amazon onze customer experience. Het gaat verder dan alleen maar de schoen. Ja. We gaan om de hele ervaring. Maar een merk zoals Samsung die televisies doet, of andere grote merken die het niet zo zijn customer experience, maar gewoon beste producten hebben zitten. Ja. Die hebben natuurlijk nu al, dat ligt al in Duitsland op voorraad. En die kunnen natuurlijk veel betere wellicht prijzen of inkoopvoorwaarden bedingen. En grotere voorraden aanhouden van bepaalde televisies dan een Coolblue of dan een bol.com. Dus ik denk dat op een bepaalde manier met echte aanmerken... Het schaalvoordeel wat ze hebben. Schaalvoordeel en onderhandeling en aanbod en voorraad en snelheid. Dat toch wel... Je merkt ook wel bij onze klanten zeg maar dat ze juist op zoek zijn naar die expansie naar buitenland. Mm-hmm. Dat ze zeggen van met Amazon hebben we ook veel buitenlands bereik binnen de hand. Zeg maar. Dat is wel een belangrijke afweging voor mensen om marketplaces als Amazon te gebruiken. Als je het hebt over Europese eenwarring. Die hele wetgeving kwam er ook aan, hè, van dat European Single Market. Het hele initiatief van, het is verboden voor een Duitse webshop om ook Nederlanders uit te sluiten. En ik denk dat Amazon daar wel in de toekomst een voordeel kan hebben, omdat Europa natuurlijk redelijk ligt dicht op elkaar. Ze hebben veel al netwerk staan in UK en in Duitsland. Ja. En ik denk dat in de kern, wat jij toen aangaf, van hoe klein, het is maar een klein kikkerlandje, dat klopt, maar het zit wel overal tussenin. Ja. En je rijdt met een vraagwaardje even door en je zet één distributiecentrum op en je hebt gewoon weer een miljard omzet extra. Het is een stad verder. Het is een stad verder, als dat Europese eenwording meer wordt en Nederlanders die hier producten aanbieden, hele gave dingen die jij maakt als producenten. Je bent niet alleen maar handelaartje, maar je maakt ook echt dingen. Ja. Maar toch taalbarrières. Ik ben benieuwd. Ik ben gewoon echt heel benieuwd hoe ze dat doorgaan voeren. Dat halen ze er juist uit, denk ik. Daar is Amazon goed in natuurlijk. Taalbarrières, landen, die distributie, die schaalvoordelen. Dus. Nou ja, we gaan het zien in ieder geval. Als je aanwezig bent op marketplaces, kijk dan goed voor jezelf. Ook naar de mogelijkheden binnen Amazon, denk ik. Hè. Zorg dat je niet mist in ieder geval. Wees er scherp op. Ja. Kijk hoe het zich ontwikkelt inderdaad. En er wordt nu een kans geboden om in te stappen. Niet zozeer een kans, maar de mogelijkheid is er nu. Dus ik zou het zeker als verkoopkanaal meenemen. Ja. Je categorie is nu ook helder. Hè? Het lijstje voor gaan laten vissen van welke wat is de strategie en alles in één keer. En je ziet ook wel, dat zie je ook wel een beetje in de Duitse markt. Dat de journey van een consument ziet er heel anders uit. Voorheen begonnen we met z'n allen in Google te zoeken en een Duitser start op Amazon. Ja, en gaat Amerika ook daar, al. En op gaat daar. Maar dat is ook logisch. In Amerika worden 600 miljoen producten aangeboden online. Ja, het cannibaliseert niet uit je Google bereik, zeg maar. Nee. Er zijn mensen die gaan gewoon niet naar Google. Die zitten in Amazon bij de recommended products. Zeker. Of. Ja. Maar daarentegen, over Google gesproken, zien we natuurlijk nog wel daar ook ontwikkelingen in. Google heeft een nieuwe update uitgerold, waarbij of in ieder geval een nieuwe feature, waarbij ze je nog meer die shopping ervaring op het platform zelf gaan helpen, gaan creëren. Steven, dat is ook een beetje wel in proberen die dominantere plek te krijgen, kan ik me zo voorstellen, dat Google ook steeds meer opschuift naar wellicht wel die marketplace
een dominante marketplace spelen. Ja, ze nemen die rol steeds meer over. Je ziet dat ze steeds meer bezoekers ook binnen hun eigen platform willen houden. Of dat nu met het bestellen van vliegtickets is, of met het voorzien van informatie. Hotels. Ja. Ook informatie. Ze proberen het echt binnen hun eigen platform te houden. En je komt er ook niet aan onderweg. Dus het is ook echt wel dat je ook daar met je informatievoorziening, je stukje data die je aanbiedt, zeg maar, is super relevant om dat goed te hebben staan. Ja, en Google gaat nu het gebruiksgemak voor kleding, schoenen en accessoires hebben ze beter ingericht, beter faciliteren, zodat je op de platform je beter kunt oriënteren en zelfs kunt gaan converteren. Ja, dat wat en ze niet meer naar een webshop hotels hoeft. Of hebben gedaan, dat doen ze nu ook weer voor bepaalde categorieën binnen Google Shopping. Ja. De experience steeds meer op het platform houden, waar we toen ook over hadden, een beetje van soms wat internet of de website wordt een beetje de back-end van Google. Ja, dat gaan ze gewoon scrapen. Het is een vervangingsmachine van Google. En uiteindelijk is het platform denk ik straks zo groot dat je niet meer naar een webshop hoeft. En je zult daar ook in je statistieke rekening mee moeten houden. Ja. Dat je steeds minder direct verkeer ziet. Okay. Nou, er gebeurt in ieder geval veel op het gebied van met name e-commerce. Dan komt ook altijd een term als omnichannel voorbij. De discussie, ben je alleen een webshop, ben je een winkel? Nou, dat zijn ook thema's waar op de webwinkel vakdagen natuurlijk uitgebreid aandacht voor zal zijn. En waarbij ook dagelijks veel mee bezig zijn. Het haakt heel erg in op waar we het nu net over hadden. Hè? Van als je gewoon een pure player bent en je schuift alleen maar dozen. Je bent puur een tussenhandelaar. Dan voeg je eigenlijk relatief weinig waarde. Dan word je nu gecannibaliseerd door een Google Shopping, een Amazon. Dus het zit hem echt in de andere dingen daaromheen. En om die channel is dat wel een richting natuurlijk. Die zegt van onze experience is groter dan alleen maar de webshop. Ja. Of het zoeken van het productje. En hoe kijk jij daarnaar, Steven? Nou ja, je merkt eigenlijk wel in de markt dat iedereen wel om die channel wil zijn, zeg maar. Mm-hmm. Dat is het begrip, zeg maar, waar iedereen ook wel naar streeft. Als je dat kijkt, moet bijna. Een soort... Ja, of dat moet bijna, maar het is tegenwoordig wel bijna een vereiste om goed te kunnen overleven. Je merkt ook wel dat heel veel bedrijven daar nog lang niet zijn. Hè? Ook een multichannel gedachte hebben. Dus we hebben een webshop en we hebben een fysieke winkel. En die doelgroep die splitsen we en de een koopt online en de ander koopt in de winkel. Ja, dat is het verschil tussen... Ja, dat heeft dus niet heel veel met omnichannel te maken. Nee. Dat je hebt gewoon twee type winkeltjes. Je hebt twee soorten publiek en die stuur je naar ieder zijn eigen winkeltje. Ja. Omnichannel daarentegen, dat gaat echt wel heel veel verder. En dat is ook echt die winkelbeleving laten terugkomen op je platform. Ik vond het van de Bijenkorf een aantal jaren een heel mooi voorbeeld. Dat je de drie dwaze dagen, zeg maar. En dan stonden mensen in rijen lang voor de Bijenkorf. En uiteindelijk hebben ze dat verplaatst naar online. En hadden ze ook echt een digitale beveiliger staan. Voor de webshop staan. Ja. Die dus telde hoeveel mensen er binnen waren. Ja. Nou, dat is omnichannel. Die schaarste die je daar creëerde, die is mega. Ja. Ja, dat is wel waar heel veel spelers naar streven, maar nog lang niet onder controle hebben. Nee, dan noem je ook gelijk een grote speler wat dat betreft als een Bijenkorf. En ook misschien wel een kroonvoorbeeld hoe het zou moeten, hoor. Zeker. Ja. Waarom is omnichannel zo belangrijk dan, denk je, in het businessmodel? Ja, omdat je het niet meer los van elkaar kunt zien. Kijk, uiteindelijk... Het is een manier van denken in bedrijfsvoering, bedoel je dan? Het moet echt geëmbed zijn binnen de organisatie. Het moet een manier van bedrijfsvoering zijn. Mm-hmm. Maar je kunt ook bijna niet meer zonder. Kijk, op het moment dat je je product wilt vermarkten, dan kom je er niet aan om dat op heel veel verschillende plekken te doen. Of dat nu in je winkel is. Maar je moet... die consument wel de ruimte geven om het ook aan te schaffen. Of dat nu online is, of dat is via je telefoon, of via je e-mail, via AMP of in de webshop. Ja, dat maakt op zich niet zo heel veel meer uit. Maar je wilt dat product vermarkten aan die consument. Ja. Maar Daan, showrooms, zijn die nog relevant dan? Ja, ik denk voor bepaalde productcategorieën zeker wel. En ik denk ook andersom, Bijenkorf vind ik op zich een mooi voorbeeld. Want dat is dus een eigenlijk niet webwinkel, die webwinkel heeft gemaakt en eigenlijk daarmee omnichannel is geworden vanuit die kant. Dus een retailer die ook een shop gaat doen. Ik weet van de drie dwaze dagen. Ik heb de drie dwaze dagen tijd met de Bijenkorf samengewerkt dat de webshop, geloof ik, filiaal nummer 2 was qua omzet in die dagen. Amsterdam was nummer 1 en 2 was eigenlijk altijd online. Ja. Ja. Nee, dus ik vind die richting wel, dat vind ik een mooi onderscheid, die twee dingen. En ik denk ook wat jij net zei, Steven, van embedden in je organisatie. Wat je nog heel veel ziet is dat dan ook intern de shop en de showroom apart zijn belegd. En zul je tegenwoordig steeds vaker zien dat een showroom het aflegt in directe omzet, omdat mensen... offline georiënteerd online kopen en andersom. Ja. En als je dat effect, dat ROPO of
Poro, als je hem omdraait. Research online, purchase offline of weer andersom. Ja, research als je offline, die, als purchase je die, online. Als je, ja. die, als je dat twee afdelingen maakt en je geeft ze allebei KPI's voor omzet, dan gaan ze elkaar niet versterken. En dan krijg je nooit eenzelfde customer experience, nee. Nooit eenzelfde service kanaal. Dat is het viel mij bijvoorbeeld op. Een tijd geleden ben ik een dag met mijn vrienden in de stad ingewezen om te gaan shoppen. En dan loop je aan in de winkel, daar ben je aan het oriënteren. Wil je gaan kopen? Niet de juiste maat, niet de juiste kleur. En dan stokt echt de journey. Ja. He, op dat moment is er niemand die zegt, kan ik je helpen? Je kunt het hier online bestellen. Nee, we moeten foto's maken van het product en gaan googlen waar we dat product kunnen kopen in de juiste kleur of maat. En dat is natuurlijk een gemiste kans. Want ik heb eigenlijk de koopintentie is, ja, het geld brandt in de portemonnee. Nou ja, het is de winkelstraat heeft net op zich kent een aantal verschillende karakters. Enerzijds geloof ik ook nog sterk in winkels, zeg maar. Mm-hmm. Hè, omdat uiteindelijk een winkel, daar is je conversie vele malen hoger. Hè. Als je in de winkel, kun je 50% conversie met goede verkopers. En kun je dat echt veel hoger koopintentie waarschijnlijk. Veel hoger koopintentie. Kassabon is veel langer. En je kunt veel meer toevoegen aan een product. Hè. Ja. Kijk, en juist op momenten waar dat van belang is, dan denk ik dat je impact kunt maken. Maar wat je vooral ziet is dat de structuur van de winkelstraat ook verandert. Waar je voorheen heel veel kledingzaken zag en iedereen verkocht maar Tommy Hilfiger truien. Mm-hmm. Wat voeg je dan toe? Dat kun je ook online bestellen. Ja, dan zijn het een veredeld warenhuis of een voorraadkast met een kassa erin. Ja, als dat je winkel is, dan voeg je niks toe. Nee, maar als je kijkt naar, ik zag een artikel op het AD voorbij komen, dat winkelcentra zeg maar meer dan ooit succesvol draaien. En dat gewoon heel veel winkelcentra zijn waar geen winkels in leeg staan. En als je dan kijk naar de invulling van die winkelcentra, zijn er heel vaak verswinkeltjes en bloemboetiekjes en kleine snuisterijen die je zo even meeneemt. Ja, dat koop je niet online. Je bestelt niet zomaar even plotseling een bos bloemen online. Dat neem je even mee, omdat je er toch bent. Ja. Kijk, en dat soort type winkels, dat zie je heel erg terug in de winkelstraat. Dat zijn een beetje dingetjes die je misschien online wel via Instagram, van dat Instagram shopping wat je tegenwoordig ziet. Dat impulsieve van, ik zie even toevallig iets en dat neem je wel mee. Inspirerend. Maar dat heb je niet normaal gesproken in een shop of niet via een Amazon. Of nee, dus ik denk dat vooral het gezicht van de winkelstraat verandert en verouderde concepten. Denk aan het faillissement van Didi. Ja, daar was heel veel over te doen, want is dat dan weer de schuld van online? Nee, dat is de schuld van een stilstaand concept. Ja. En als het concept online was geweest, dan hadden ze hetzelfde probleem. Ja, maar vaak zie je ook dat binnen dat soort winkels, die ze ook gewoon de stenen hebben, dat die dus online en de vestigingen gewoon compleet gescheiden hebben in de organisatie. Er zit geen enkele... Dat is wat ik bedoelde. Als, dan in die winkel, als je in die winkel iemand hebt die verantwoordelijk is voor die omzet van die winkel, dan gaat hij nooit een QR-code bij de product zetten van is het op? Nee. Bestel in de webshop, want dan snijdt hij zichzelf organisatorisch in de vinger. Ja. En webshops andersom ook. Dan ga je niet zeggen van, goh, een store locatie. Ja, misschien een keer een store locatie omdat het moet. Maar echt de integratie van, wist je dat ook wat reclame maken op mooie foto's. Ja, maar dat klopt, de organisatiestructuur en doelstellingen toch niet. En KPI's van mensen. Nee, maar doelstellingen en KPI's zijn denk ik nog één. Maar ik denk dat het organisatorisch te regelen, zeg maar, de impact van systemen. Denk aan technische prijsbeleid, technische voorraad. Ja. Ja, ik denk dat daar heel veel bedrijven nog tegenaan lopen. Dat ze die stap niet durven te maken. Qua geld gewoon. Ja, qua investering en qua impact. Dat ze denken, hoe ga ik het in godsnaam doen? Hoe ga ik zorgen dat ik online de juiste prijs heb en dat ik in de winkel dezelfde prijs heb, dat ik nog met die prijs kan fluctueren, dat ik mee kan met de marktprijs. En voorraad, wat is in de winkel aanwezig, wat is er online? Ja, inderdaad. Dus dat zal voor heel veel mensen denk ik nog een hiccup zijn. Maar als je dat zo stelt, als je dan de opkomst waar we net even over hadden van een Google waarbinnen je kunt shoppen, de Instagram, Pinterest, waar je kunt... Dat is nog een stap verder eigenlijk dan waar de markt misschien nu staat. Dan krijgt e-commerce, de e-retail of de retail in het algemeen, nog behoorlijk wat uitdagingen. Als je nu al niet eens omnichannel kunt zijn, laat staan dat je op al die platforms aanwezig kunt zijn en relevant kunt zijn. Ja, als je kijkt naar de voorlopers in de markt, zeg maar, die verkopen de meeste producten ook gewoon via Instagram. Dus de Shop the Look, daar staat iemand, een influencer, staat met een kledingstuk op een foto. En vanuit het Instagram post kun je al je kleding gaan bestellen. Mm-hmm. Op het moment dat we dat nu al hebben en je zult als organisatie nu nog die stap moeten maken richting omnichannel, dan heb je wel... nog een paar meters te gaan. Ja. Ik heb ook wel indruk wat jij zegt, dat los even van KPI's was al redelijk snel geregeld in die zin, dat je verschillende mensen de verantwoordelijkheden integreert en je zegt, we hebben één klant en het gaat om die omzet. Ja. Dat is ook redelijk te doen, maar inderdaad vooral de techniek en de voorraad en ook offline is natuurlijk voor webshop begrippen, dat is ook relatief duur. Ja. Ja, en het kost mensen, het kost voorraad, het is winkelinrichting, het is ook niet waar je zo snel weer dat committeer je aan voor een bepaalde periode. Dus ik kan me voorstellen dat veel e-commerce partijen ook nog wel lastig hebben om daar een case in te maken. Vooral als je geen retail ervaring hebt.
Ja, dat is het ook. Je ziet de bol.com maakt die stap niet, zeg maar. De vraag is natuurlijk wel met de rol van Albert Heijn hoe lang dat duurt, zeg maar, van Ahold. Maar je ziet dat Coolblue die stappen wel maakt met fysieke. Die hebben ook een categorie natuurlijk, hè? Coolblue, zeg ik even over na te denken. Ja. Bol.com is zo breed dat je zegt, ja, wat van winkel maar, is het bol.com dan? Ja, dus ja. Bijna een V&D of een Bijenkorf. Ja, maar juist dat omnichannel karakter van Coolblue maakt het dat zij wel kunnen overleven in winkels. En dat bijvoorbeeld een initiatief als Dixons het nooit heeft gehaald, zeg maar, in deze tijd. Terwijl die, als je kijkt naar het productassortiment, gaat het over camera's en laptops en games. Ja. Pieter de Zwart zei toen ook, e-commerce is het domste businessmodel dat bestaat. En dat bedoelde hij vooral als je alleen maar op e-commerce inzet en niet die omnichannel gedachte goed integreert. Ja. Dus ook de stenen in de winkels betrekt. Van Coolblue hebben wel een specifiek van proberen product. Een televisie kun je daarna kijken. Dus toegevoegde waarde in het hele concept. Dat is niet alleen maar een voorraadhok. Sterker nog, ik weet niet of je de... Ik weet niet, jij kunt de televisie daar afrekenen. Maar waarschijnlijk zeggen ze bestel maar in de shop en we bezorgen hem. Je kunt het wel meenemen. Ja, dus dat is een heel ander model om over na te denken. En ik denk dat heel veel retailers ook op die manier ernaar moeten kijken. Dat het inderdaad een showroom is. Maar de kassa, die mag bijvoorbeeld gewoon online staan, geloof ik. Van bezorg het wel voor je. Hoe makkelijk is dat? Je hoeft het niet eerst mee te nemen. Je hebt het een paar uur later of morgenochtend ligt het gewoon bij je in de buurt. Wat zijn nog meer uitdagingen waar jij van hoort? Of misschien wat meer de grote thema's waar klanten mee rondlopen? We hadden het al even over technologie, data. Wat zijn de uitdagingen die jij ziet? Voor veel, gewoon even dus niet met de komst van Amazon of richting een bol.com of een Coolblue, maar je hebt een winkel, je wilt een webshop, je hebt 3-4 vestigingen misschien, je gaat ook wat online doen. Ja, en dan? Dan heb je een webshop en dan? Ja, dat is vooral wat Daan net ook terecht zei, het is een stukje toegevoegde waarde die je creëert, zeg maar. Want daar uiteindelijk staat het, daar valt het daar wel mee. En ook een stuk prijsbeleid. Kijk, uiteindelijk leveren we wel in de markt dat schaalvoordeel. Dat brengt je heel veel. Dat geeft je ook de mogelijkheid om een scherpe prijs in de markt te zetten. Maar anderzijds moet je ook goed nadenken over wat je toegevoegde waarde wordt. En vooral daarin zit denk ik het verdienmodel, maar ook de lange termijn winst die je gaat halen op een shop. Maar toegevoegde waarde heb je het echt over positionering, eigenlijk een brand ontwikkelen. Ja, een brand ontwikkelen, maar ook een stukje toegevoegde waarde aan een product. Op het moment dat jij mensen ook een online beleving kunt meegeven, zeg maar, zoals Rituals dat bijvoorbeeld heel goed doet. Hè. Die openen ook heel veel winkels. En waarom doen ze dat? Met ze echt een beleving meegeven aan het product. Ja. Ik bedoel, je had toch gedacht dat je zoveel geld kon verdienen met zeep en foam. Ja, maar het is ook meer breder in de ik denk dat de concepten die het echt nog gaan redden of daar die ruimte voor hebben, die zitten ook, die integreren meer van de keten. Ja. Rituals bouwt ook een eigen merk. Die verpakt het op een bepaalde manier. Ik weet niet of de zeep echt uniek is. Geen idee. Ja, er zit wel een mooi verhaal achter. Zoals het zal een leuk verhaal zitten, maar ze kopen niet ergens al merk zeep in. En dat zou nooit de financiële ruimte geven om een showroom neer te kunnen zetten. Je moet echt ook, die waarde toevoeging zit niet alleen in de presentatie, maar ook heel erg denk ik in een stukje creatie of bewerking van het product zelf. Ja, en het merk wat Jeroen ook terecht zegt, het merk dat je echt moet gaan bouwen, zeg maar. Ja. En als we kijken naar Rituals, we hebben het er nu over, maar het is natuurlijk ook al een partij die al enkele tientallen jaren bestaat. Maar daar hadden wij nog nooit van gehoord. En de laatste 5, 6, 7 jaar is het echt opkoming en zie je het bij iedereen terug. Dus. Ja. Nou, ze hebben natuurlijk ook daarin een slimme strategie. Hè? Aansluiten op plekken waar je doelgroep is. Heel veel bij de Bijenkorf bijvoorbeeld. Maar ook de winkels. Goede online transitie doorgemaakt. Ja. Maar het kan ook omdat ze het product maken. Ja. En ik denk dat dat ook het groot verschil is met retail dozenschuivers. Ja, de handelaar. Voorbeelden volgens mij die je net noemde. Een Dixons, een Didi, weet ik even niet of die ook eigen merk had bijvoorbeeld. In kleding zullen de marges ook wat dunner zijn, maar die hebben ook de financiële ruimte niet om echt een concept neer te gaan zetten. Want dan zou de prijs zoveel omhoog gaan dat mensen dat ene product wat jij aanbiedt, dat ze dat ook ergens anders kunnen krijgen. Dan ga je naar een Amazon. Ja, je moet goed kijken naar de positie in je waardeketen. Waar sta je op dat moment, zeg maar? En wat voeg je dan daartoe wat anderen niet kunnen doen? Ja, en volgens mij kun je enorm groeien door om die channel te worden. Als je die marge er ook voor hebt, is het een perfecte groeistrategie. Hey, en even stel, je bent nu een winkel en je hebt producten, al dan niet met een brand, maar in ieder geval je hebt wat te verkopen. Je hebt alleen nog geen webshop. Zou je nu investeren in een heel nieuw e-commerce platform of zou je dan veel meer de marketplace strategie
gaan, als je moet kiezen even, of misschien moet je helemaal niet kiezen, maar... Ja, ik denk dat je dat niet met één antwoord kunt beantwoorden, zeg maar. Ik denk dat het ook echt afhankelijk is van de type product en de markt waarin je zit. Maar je merkt wel dat heel veel bedrijven echt wel kiezen voor alleen de toetreding tot de marketplace. Omdat je daarmee ook direct toegang hebt tot een heel breed bereik. Kijk, op het moment dat... Met lage investeringen over het algemeen. Ja, op het moment dat bol.com jou 100.000 bezoekers op het gebied van tuinmeubelen kan leveren, waarom zou je die investering zelf nog doen? Ja, plus dat je ook net al, je creëert ook bijna een brand door op zo'n marketplace aanwezig te zijn. Zeker. Daar kun je ook steeds vaker iets meer over je brand kwijt. Zeker als het een product is met je merk erop, dan ga je alweer. Een schaal voor of het inkoopvoordeel daardoor. Interessante ontwikkelingen. Verwacht je nog veel nieuws op de webwinkelvakdagen te horen en te zien dan? Nou ja, goed, weet je, de webwinkelvakdagen is altijd wel een moment van het jaar dat we het jaar aftrappen, zeg maar. En ook een klein beetje wel vooruitkijken naar het komende jaar. Er worden weer wat nieuwe insights gegeven over een stukje techniekverbetering in de markt. Maar het is niet dat daar heel veel schokkends bekend wordt gemaakt waar we als markt zijn, zeg maar, van onder de indruk zijn. Dus het is vooral even het hernieuwd kennis maken met je partners. Mensen de mogelijkheid geven om kennis te maken met je organisatie. En ook wat kennis delen aan mensen die daar nog behoefte aan hebben. Ja. Maar en als ik marketeer ben bij een bedrijf met een webshop, de moeite waard om daar naartoe te gaan? Ja, het is denk ik wel de moeite waard voor marketeers, e-commerce managers om daar naartoe te gaan. Je ziet ook wel veel innovatie. Denk aan productfotografie, denk aan voorraadbeheer, denk aan een stukje fulfillment. Ja. Het is allemaal wel onder één dak. Dus in dat opzicht biedt je wel heel veel mogelijkheden om een goed overzicht te krijgen wat het landschap biedt. Zeker, Mooi. Nou, ze zijn dus 29 en 30 januari, woensdag en donderdag. En jij bent volgens mij zelf ook aanwezig. Ja, ik ben er beide daar. Klopt. Ja. Oké. Dankjewel, Steven, voor jouw visie op het e-commerce, retail en omnichannel vraagstuk. Waar ja, geen dank. Met heel veel plezier. Heel actueel is. Speelt veel. Gaan we zeker vaker terug laten komen. Dan moeten we toch wel een aflevering doen als Amazon in Nederland is, toch? Ik ben ziek dan. Een ingelaste aflevering organiseren. Thema aflevering. Nee, is goed. Dan gaan we hem helemaal dooranalyseren. Hij zat in de acceptatiefase. Ja, dan gaan we wel door. Nee, ik vind het leuk. Gaan we helemaal dooranalyseren. Gaan we doen. Dankjewel, Daan. Wout, ook bedankt voor de techniek. En als luisteraar natuurlijk weer bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Vond je deze podcast interessant? Nou ja, abonneer je dan op onze podcast. Want dan krijg je ook toekomstige afleveringen met een pushmelding. Word je daarvan op de hoogte gehouden. Je kunt ook oude afleveringen terugluisteren. En uiteraard vind ik het heel erg leuk als je ook een review achterlaat. Of een aantal sterren aan deze podcast geeft. Zodat andere mensen deze podcast ook beter weten te vinden. We hebben veel besproken, veel ook waar we bronnen bij hebben. Nou, die vind je altijd terug in onze show notes. En die komen, we zijn online op advice.nl/podcast33. En dan heel graag de volgende aflevering.